Welkom terug op mijn survival eiland. We staan hier op een heel vreemd eiland. Althans, het is niet zo heel vreemd. Maar het is ook niet ons eigen eilandje daar. Ik sta hier namelijk omdat ik nog maar één spin moet uitschakelen om een van de latere missies te halen, genaamd 15 spinnetjes. En ik kwam hier net naartoe en ik hoorde al gelijk een spinnetje. Dus ik dacht, laten we hier even naar beneden hakken, de eeuwenoude grot ingaan. En dan hebben we hier een skeleton, dat niet helemaal fijn is. Ik denk dat dit de laatste keer is dat ik hier ooit ga komen, want ik hoef letterlijk nog maar één spinnetje. En ik zie daar de grote uitdager. Kom maar hier, meneer. Kom maar hier. Jij gaat even geklapt worden. Kom maar. Kom maar. Ik help je omhoog. Hier, kan je omhoog inderdaad. 1, 2. En dan hebben wij de missie behaald. Laten we eraan weggaan. En dan denk ik oprecht dat ik nooit meer in deze grot hier terug ga komen. Doei grot. Tot nooit meer. Hoop ik. Laten we gelijk een dutje doen hier bij het kippetje. En dan is het tijd om het plan van vandaag uit te leggen, jongens. Laten we eerst heel even teruglopen naar huis. Altijd fijn om lekker thuis te zijn. Goed, zoals jullie kunnen zien hebben wij bijna alle taken behaald die we moeten halen. We hebben hier nog behaald alle hoofdchallenges. Nou, dat zijn dus alle challenges die moet ik hier nog halen. Ik moet nog steeds een keer een tropical visje vangen. Heb ik nog steeds niet gedaan. Ik moet een trident moet ik zien te vangen. Ik moet naar de end gaan. Ik moet de enderdragon verslaan. Ik moet 15 blazers vermoorden. En ik moet een beacon bouwen die 100% werkt. Dus ik dacht, laten wij vandaag even naar de nether gaan en kijken of wij 15 blazers kunnen vinden die wij moeten vermoorden. Laten we gewoon uitschakelen, zeggen. Dat klinkt vriendelijker. We gaan ze kietelen. We gaan 15 blazers kietelen. Ik ga ze gewoon vermoorden. En ik heb alles al een beetje voorbereid. Ik heb wat posters of waterbreeding. Die kan ik wel wegdoen. Daar heb ik niet zoveel aan. Nou, op zich, ik wilde ten alle tijde eentje bij me houden tegenwoordig. Voor het geval dat het gaat regenen. Dat ik dan gewoon veilig weg kan komen zonder dood te gaan. Dus laten we in deze shulkerbox de andere twee doen. Dan heb ik genoeg schilden mee. Enig is dat ik geen pijlenboog heb. Dus we kunnen er wel eentje meenemen, zo. En die gelijk eventjes repareren. Ik heb alleen geen pijlen. Maar we hebben wel een pijlenboog mee voor het geval dat. Pakken wij ons kleine boogje hier. En dan is het tijd om op avontuur te gaan. Avontuur. Oké, we zijn bij de Nether Portal aangekomen. En dan is het tijd om naar de Nether te gaan. En op zoek te gaan naar zo'n stom fortress. Het gaat echt nog een vervelende taak worden. Ik heb ook geen blok. Oh, het enige wat ik niet mee heb is blokken. Dus dat is misschien wel een beetje onhandig. Oeh, laten we die skeleton killen voor pijlen. Kom maar, meneer de skeleton. Je mist. Drop maar je pijlen. Kom maar. Kom maar. Oh, mijn schild is stuk. Oh jee. Hé, hey, 2 pijlen. Nice. Gelukkig heb ik meerdere shields meegenomen, jongens. Oh, en mijn helm even opdoen. Laten we maar gewoon gaan wandelen. En dan zie ik jullie wel over 3 miljoen jaar wanneer ik een keer een fort heb gevonden. A few moments later. Dames en heren, jongens en meisjes. We hebben officieel een Nether fort gevonden. Ik heb ook behoorlijk wat skeletons vermoord in het proces hier naartoe. Ik heb wat blokken, dus dat is goed. Maar blij dat ik meerdere shields heb meegenomen. Want deze is ook alweer bijna op de helft. Oh, dit is ook wel echt een mini fort gewoon gelijk. Althans, nee. Zeg maar niet dat ik er niet bij kom. Ga je niet menen, toch? Dat ik er niet bij kom. Oh, dat zou het zijn. Dan zou ik echt heel verdrietig worden. Nee, is dit het? Oh, er is hier meer. Er is hier meer. Nee, ik kom er nog niet bij. En nee. Oké, deze kant gaat hier wel op. Oh, als de border nog te klein is voor dit fort, zou ik echt verdrietig worden. Dan zou ik echt heel verdrietig worden. Want dan kan ik geen blazers vermoorden. Ik kom hier om 15 blazers te pakken. We gaan even kijken of we misschien blazers kunnen vinden en die dan hierheen kunnen lokken. Want dit ziet eruit als zo'n blaze farm plekje. Maar is dat ook zo, is de grote vraag. Oh mijn god, hier zit een blaze spawner. Nee. Alleen hij is niet geactiveerd omdat hij buiten de border zit. Dat meen je. Gadverdamme. Nee. Ik denk als ik legit nog één missie haal, gewoon één extra missie, dat die dan misschien net groot genoeg is om daarheen te kunnen. Welke missie zal dat worden? Ik denk dat ik dan moet gaan vissen. Dat ik oprecht die laatste visjes moet vangen. Die tropical fish. Nee. Wacht, een bonusmissie. Is er een bonusmissie die je kan halen? Wek de enderdragon tot leven. Vermoord de wither. Bouw tot de build limit. Dat kan ik. Oké, dat betekent dat we weer helemaal terug naar de normale wereld toe. Oh, dat gaat echt weer een lange rit worden. En een gevaarlijke. Ja, waar kwam ik vandaan? Oh nee. Ga weg. Laat me met rust. Laat me met rust. Oké, we gaan heen en weer, jongens, terug naar de normale wereld. Dan ga ik daar even tot de bultlimiet bouwen. Kijken of ik dat laatste visje kan vangen. En dan komen we terug hier. En dan kunnen we misschien dan 15 withers gaan vermoorden. Of 15 blazers. Oh jee. Oh god, ik haat echt dit. Rennen. Weg hier. Weg hier. Ik heb geen zin om mijn shields te verbinden. Ja, gaan jullie maar met elkaar vechten. Zoek maar geen ruzie met mij. Oh, ik haat de nether. Ga dood. Laat me met rust. Nee. Oh, oh mijn god, ik ging bijna dood. Ik ging bijna dood. Oh, ik zie mijn portal. We zijn er. Oh, weg hier. Weg hier. Oh mijn god. Weg hier. Laten we even mijn bootje opstappen. Dan moeten we een warme oceaan vinden. Daar zitten we al. Ik heb mijn vishengel altijd bij me. En deze kan niet stuk gaan. Dus we gaan al letterlijk doorvissen. Tot we eindelijk een keertje zo'n stomme, stink, tropisch visje hebben.
Ik vang maar gewoon geen tropical fish. Ik word er echt niet goed van. Dit is al afleveringen achter elkaar hetzelfde gezeik. Hoe kan dat nou? Weet je, ik ga eerst wel gewoon tot build height bouwen en dan zie ik het daar wel weer. Oké, maar dan moet ik wel echt genoeg blokken meenemen. Want als ik daar boven kom en ik heb te weinig blokken, dan word ik echt boos. Ik kan daar niet aankomen met te weinig blokken. Ik neem alle blokken mee waarvan ik denk dat ik ze nodig heb. En we gaan gewoon omhoog bouwen. Naar de buildlimiet, daar gaan we jongens. Volgens mij is dat op 200 nog wat of zo. Dus ik denk dat ik wel genoeg blokken bij me heb. Maar we zien het al. We gaan hakken, we gaan bouwen en we zien wel hoe hoog we kunnen. En dan hebben we op een gegeven moment de missie behaald. En misschien dat we dan al naar die blazers toe kunnen. Ik weet het niet zeker. Het zou wel heel fijn zijn. Want ik denk niet dat ik echt een tropical fish ooit ga vangen of zo. Het is echt een vloek die mij gewoon achtervolgt. Die vloek achtervolgt mij gewoon. Oké, we komen inmiddels zo hoog dat we gewoon daadwerkelijk eilanden gaan zien verdwijnen. Omdat we zeg maar hoger zitten dan dat mijn render distance aan kan. Ja, daar gaat het jongens. Langzaam gaat de wereld verdwijnen. Omdat we gewoon te hoog komen. Oh jee. En deze toren gaan we gelijk weghalen zometeen. Het ziet er namelijk echt niet uit. Ik denk dat we elk moment de build limiet behaald hebben. Ik gok dat het letterlijk elk moment gaat zijn. Dat ik gewoon niet meer verder bouw en dat ik de missie in één keer behaal. Sorry. En kom op. Wat is de build limiet? Wat is de build limiet? Ik zit al bijna op I300. Oh god. Dit is hoger dan ik had verwacht. Ik zit nu al op 300. Oh nee. Het is echt hoger dan ik had verwacht. Oh god. Ik ga echt... Oh nee. Als ik blokken tekort kom, dan word ik echt... Ja. Oh mijn god. Challenge monster met 3 hoofden behaald. Nee, mooi uitzicht. We hebben hem gehaald. Bouw tot de build limiet. Ik weet niet waarom een monster met 3 hoofden staat. Oh, ik was even bang dat we hem niet gingen halen. Nou, dan gaan we nu weer naar beneden hakken, jongens. En dat kan heel even duren, maar het is sneller dan omhoog bouwen. Huh? Heb ik hier de Totem of Undying voor gekregen voor deze missie? Wat? Oh mijn god, dat is echt cool. Dat wist ik niet. Die ga ik bewaren voor zodra ik de Ender Dragon wil verslaan, jongens. Dan bewaren we die Totem of Undying. We zijn weer beneden, hoor. Mocht even duren, maar we zijn er weer. Oké, dan gaan we gelijk even mijn pickaxe repareren, want die is zo te zien bijna stuk. En dat zou mij ook erg verdrietig maken als die stuk zou gaan. Zo hebben we een nieuwe gemaakt en die kunnen we dan hierin stoppen en hierin stoppen. En dat kostte 3 levels en is die weer helemaal gerepareerd. Oeh, ik heb hier trouwens... Wacht... Ik heb hier een boekje met lure 3. Als we die nou hier opzetten, dat kost maar 6 levels, is die beter. Oké. Dan ga ik nog 1 poging wagen voor die stomme poepvis. Die ik al 400 afleveringen achter elkaar probeer te vangen. En anders gaan we gewoon weer kijken of we naar die blazers kunnen. Want dat was het hele doel van deze aflevering. Huh? Mijn boot! Nee, mijn boot is gemold! Oh mijn god, wacht. Oh mijn god. Ik ga dood. Nee, ik ben niet dood. Oh, trident, jongens. Oh mijn god, jullie zagen het. Ik was gewoon rustig bezig met vissen. En in één keer... Oh, mold een trident, mold mijn bootje. Oh mijn god. Oké, wacht. Kom maar, meneer de trident. Ik denk, wat gebeurt er? Mijn bootje stuk. Maar er wordt een trident opgegooid. Kom maar hier. Dat zou ook een missie zijn die ik moet halen. Een trident krijgen. Kom maar. Ja. Kom op, geef hem alsjeblieft. Drop alsjeblieft dat ding. Dat zou mijn leven echt zo leuk zijn. Ik zou echt gewoon het meest vrolijke Minecrafter ooit zijn. Kom op. Heb je hem gedropt? Nee, hij heeft hem niet gedropt. En heb ik een potion voor niks verspeeld. Nou trouwens, anders was ik dood gegaan. Weet je, nu ik toch een potion heb gebruikt, wat is dit? Waar ben ik hier? Een skeleton. Ga alsjeblieft dood. Daar heb ik echt geen zin in. Waar ben ik beland? Wat is dit hier? Als ik hier naar beneden ga. Oké, dit is best wel cool. Maar wat is dit? Dit ziet er best wel cool uit. Hoe lang heb ik nog? 1,5 minuut. Oké, als we snel zijn, kunnen we het redden, jongens. In 1,5 minuut. Oh, kijk dit nou. Oh mijn god. Allemaal goud hier? Oké, maar... Zitten hier ook kisten? Oh, er zitten wel spans. Oh, die dingen wil ik niet hebben. Stop, ga dood, weg. Oeh, dat zijn van die guardian dingen. Kan ik die slopen? Oh, hij is gespand. Nee. Weg hier. Ik wil geen mining fatigue hebben. Waar is de loot? Waar zijn de kisten? Oh god. Hoe lang heb ik nog? Nee, mining fatigue. Ik ben weg hier. Doei. Wat is dit voor raar fort? Ik wil mijn bootje. Ik wil gewoon vissen. Jullie moet ik vangen. Jullie daar beneden. Kom alsjeblieft naar mijn hengeltje toe. Jij daar, jij zwemt in je eentje. Kom alsjeblieft naar mijn hengeltje toe. Oh nee, het regent. Oh nee. Oh jee, jongens. Oh, zoek dekking. Waarom regent het nou? Oké, we hebben dekking gevonden. Jouw schuld dit. Jongens, we zijn inmiddels legit, denk ik, 1,5 uur verder. Oprecht geen grapje, 1,5 uur. En ik heb nog steeds geen vis gevangen. Ik ben een beetje aan het rondzoeken, aan het ronddwalen. Ik ben letterlijk net even iets anders gaan doen. En ik heb nog steeds niet gevangen wat ik wil vangen. En nu hebben we ook nog eens het probleem dat we hier vastzitten. Omdat het regent. Ik heb een idee, denk ik. Als ik snel genoeg op mijn bootje stap en daarheen vaar, heb ik een kans dat ik dit kan overleven. En dan doe ik ook nog mijn Totem of Undying in mijn hand. Oké, we gaan het proberen. Komt-ie. We gaan het proberen. Oh jee. Kom op, snel.
Snel. Andere kant op. Oh, we gaan de verkeerde kant op. Oeh, dit wordt nog spannend. Ik denk dat ik mijn totem of een dying ga verspillen, jongens. Oké, even eten. Dan regen ik in de tussentijd ook. Kom op, kom op. Overleef het. Dit kan ik overleven. Oh, dit gaan we 100% overleven, jongens. Oké, dan gaan we snel. Gaan we mijn huisje in en even een tukje doen. Zo. En weet je, nu gaan we wel gewoon naar de Nether en we zien wel of we het redden. Ik heb genoeg gehad van het poepvissen. We gaan het gewoon opnieuw proberen. Kijken of die blazes inmiddels wel beschikbaar zijn. Zo ja, helemaal top. Dan gaan we die vermoorden. Dan redden we het. En goed. Ik hoop dat die ene missie naar de bultijd genoeg was. Alright, terug in de Nether. Yeah, mijn favoriete locatie. Als het allemaal voor niks is, zometeen. Oh. Oké, jongens, als het goed is, zijn we er bijna. Ik heb een andere route genomen nu, dus ik moet heel even naar beneden hakken. Maar volgens mij komen we er elk moment. Oké, daar zijn we. We zijn er. Oké, jongens, volgens mij hoor ik ze. Oh, nee. Oh, nee. Ik heb die aangevallen. Nee, nee, nee. Sorry, sorry. Sorry. Nee, niet. Oh. Jongens, jullie kennen de regels. Als je een zombie pigman aanvalt, worden ze allemaal boos op je. Is het veilig? Ja! Oh mijn god, ja, ik kan erheen! Oké, nu is het moment dat ik mijn schild pak en even een gameplan bedenk. Oké, kom maar. Kom maar, beesten. Oh mijn god, wat zijn jullie met veel. Wat zijn jullie met veel. Kom maar! Ja! Oké, die gaan we allemaal vermoorden. Die gaan we allemaal vermoorden. Oh god, oh god, oh god. Ik mag niet naar beneden vallen hier, dus laten we heel even dit dichtbouwen. In principe moet het goed komen. Oh god, zolang ik niet geraakt word door die vuurballen, moet het goed komen. Ik hoef er maar 15 te vermoorden. Ik hoef er letterlijk maar 15 te vermoorden. Oh, dit is wel... Oké, dat is 2. Ze moeten even... Het zijn er nu te veel. Het zijn er nu echt te veel. Oh, nee. Oké. Wacht. Even pauze. Korte pauze. Korte pauze. Ik ga het hier achter me ook even dichtbouwen... dat ik niet aangevallen kan worden door andere beesten. Kom op, sterf. Sterf. Oh, wat zijn er te veel. Grappig is dat ik echt een blazerot als zwaard heb. Schiet dan! Ja, dat is nog eentje, dat is top. Oké, mijn schild. Ik vraag me af hoe lang je dit nog overleeft. Ik ga even iets meer ruimte creëren hier. Dat ik iets meer speling heb om die beesten te vermoorden. Zo. Dat is nog eentje. Dat is nog eentje. En dat is nog eentje. Oké. Heel eventjes een paar seconden rust. Nu wachten we gewoon weer tot ze opnieuw spannen. Ik heb er al 8, zo te zien. Ik heb al 8 blazers vermoord. Dus we zijn er bijna, jongens. Nog 7 te gaan en hebben we ze allemaal. Oh, mijn god. Ik ben zo blij als dit voorbij is. Oké, er is er weer eentje gespand. Kom maar. Jij bent dood. Jij bent letterlijk dood. Hoppakee. We hebben gelijk 14 blazerots. Dat betekent dat we ook al Eye of Enders kunnen maken en binnenkort naar de end kunnen. Ja, het gaat helemaal de goede kant op. Alleen het feit dat ik zombie pigmans heb aangevallen is wel echt een slecht iets. Dat wordt echt de terugrit. Zometeen wordt echt een hel. Dat gaat echt een hel worden zometeen. Nog 4 te gaan, jongens. Nog 4 blazers. Dan hebben we die missie gewoon gehaald. En dan kunnen we weg uit de Nether. Dan hoef ik hier waarschijnlijk echt in tijden niet meer terug te komen. Ik kan niet wachten. Echt, ik kan niet wachten. Oh. Oké, jongens. Volgens mij ben jij de ene laatste. Volgens mij hoef ik er nu nog maar 1. Kom op. De laatste. Span. Ik wil weg hier. Ik wil uit de Nether en ik wil niet meer terugkomen. Ik heb 23 blazerots. Oké, het zijn er gelijk meer. Ja, we hebben hem. We hebben hem gewoon. Wat heerlijk. Wat heerlijk. Sterf, weg hier. Ik laat die span er wel staan voor in de toekomst. Misschien heb ik die nog nodig. Laat in ieder geval hier weggaan. Tot ziens. Ik ga het niet missen hier. Ik ga jullie, wil ik... Ja, jullie wil ik op zich nog wel verpakken. Kom maar. Jullie zijn met z'n drieën. Kom maar. Zo. Hier, jullie kan ik nog wel pakken hieronder. Misschien droppen ze wel zo'n hoofd, weet je. Stel ze droppen zo'n hoofd. Dat zou mij heel vrolijk maken. En jullie hebben niet zo'n hoofd gedropt. Weet je, stik er maar in. Ik ga weg hier. We gaan naar huis. We zijn weer in de normale wereld. Oh, wat ben ik hier blij mee. Oh, wat ben ik hier blij mee. Weg hier. Oh. Lekker naar huis, jongens. En die vismissie, die komt wel een keertje. Die stomme, stink vismissie. Ik denk dat het echt de moeilijkste missie is die ik ooit heb gedaan. Zo, we parkeren hem hier. We lopen nog even door giftig water, zo te zien. Even een tukkie doen. Dan is het dag. Dan is mijn hele inventory vol. Maar ik heb gewoon geen zin om alles nu te sorteren. Ik heb letterlijk... Deze opname duurde 2 uur voor mij. Veel langer dan ik had gepland. En uiteindelijk is de opname waarschijnlijk niet zo lang. Ik wil gewoon stoppen. Ik vind het mooi geweest voor vandaag. En dan gaat het ook nog regenen terwijl ik mijn outro wil doen. Gadverdamme. Jongens, dank jullie wel voor het kijken deze video. Het zat niet mee, maar we hebben 3 missies behaald. Dus ik ben daar wel heel blij mee. Volgende aflevering willen kijken of we misschien naar de end of zo kunnen. Geen idee, gaat wel heel leuk worden. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video. Als je geabonneerd bent en je hebt deze video al geliked, kijk dan gewoon even deze video. En dan nu spreek je later. Glaasje water, tot de volgende keer.